Bij de Toyota Yaris, of het nu gaat om deze compleet nieuwe generatie of voorgaande edities, dan gaat het toch wel heel erg vaak over de hybride, de Toyota Yaris Hybrid. Maar van deze nieuwe Yaris is nog een zeer interessante en misschien nog wel een leukere aandrijflijn verkrijgbaar. En dat is de Yaris 1.5 VVTi. 125 pk sterk en voorzien van een handgeschakelde zesbak. En in deze video ga ik je alles vertellen wat je moet weten over deze Toyota Yaris 1.5 VVTi. Toyota levert de Yaris in Nederland met drie verschillende aandrijflijnen. En de eerste is een 1 liter VVTi benzinemotor met 72 pk en handgeschakelde 5-bak. En die kost €17.895. Maar veel interessanter is deze 1.5 VVTi die wij hier rijden. Want die heeft 125 pk en een handgeschakelde 6-bak. En die prijs begint bij €20.195. Dan krijg je wel de Active uitvoering. De door ons geteste Dynamic versie, die moet €21.795 opbrengen. En hoe zit het dan met die Yaris 1.5 Hybrid met 116 pk? Nou, die begint bij €21.195, maar dan krijg je wel de comfortuitvoering zonder vorm van infotainment. De Hybrid Dynamic, die kost alweer €24.395. Dus wat dat betreft is die 1.5 VVTi Dynamic met 125 pk en dus die 6-bak best een goede deal. Het scheelt €2600 met de Yaris 1.5 Hybrid Dynamic. Ja, en wie van sportiever autorijden houdt, kan sowieso beter voor deze 1.5 versie gaan. Uiteraard is er ook nog een spectaculaire GR Yaris met 261 pk. Maar goed, dat is een auto van een compleet ander kaliber. Het is bovendien een 3-deurs hatchback. En terwijl de conventionele Yaris een 5-deurs hatchback is. Dus binnen die normale Yaris line-up is deze 1.5 benzinemotor absoluut de leukste krachtbron. En waar hebben we het dan over? Nou, onder de motorkap ligt een 1.5 driecilinder met een inhoud van 1490 cc met directe inspuiting. En het vermogen bedraagt 125 pk bij 6600 toeren. En het maximum koppel komt uit op 153 Nm tussen 4800 en 5000 toeren per minuut. Deze 1.5 benzinemotor presteert ook bovengemiddeld voor een auto in het B-segment. Want een topsnelheid van 180 km per uur en een 0 tot 100 tijd van 9 seconden zijn cijfers waar je absoluut niet voor hoeft te schamen. Sterker nog, deze 1.5 is de snelste in de reguliere Yaris line-up. Want die Yaris Hybrid die haalt een top van 175 km per uur en heeft 9,7 seconden nodig om die 100 km per uur te bereiken. Maar nu hoor ik je natuurlijk denken, ja, allemaal leuk en aardig, maar die Yaris Hybrid is op papier natuurlijk stuk zuiniger. Klopt, maar in de praktijk verschillen deze twee motorvarianten elkaar eigenlijk helemaal niet zoveel. Ook met deze 1.5 kun je makkelijk 1 op 20 halen als je een beetje rustig aan doet. En natuurlijk, het verschil wordt veel groter als je met die Yaris Hybrid vooral in de stad gaat rijden. Dan is die Yaris Hybrid veel zuiniger, omdat je natuurlijk continu energie terugwint en dus meer elektrisch kunt rijden. En elektrisch rijden, ja, dat kan met deze auto niet. Het is echt een conventionele benzinemotor. 125 pk sterk dus. Maar als je met deze auto op de snelweg rijdt, dus bijvoorbeeld 100 km per uur, of op N-wegen, landwegen, waar bijvoorbeeld 60 of 80 km per uur geldt, ja, dan kun je heel eenvoudig 1 op 20 rijden met deze 1.5 benzineversie. Dus wat dat betreft kun je onder de streep best zuinig rijden met deze Yaris 1.5 benzine. En dan is er misschien nog een reden om voor deze Yaris 1.5 te kiezen, naast dat die natuurlijk goedkoper is. Maar deze versie mag ook geremd 850 kg trekken versus 450 kg geremd voor die duurdere Yaris Hybrid. Zo,
tijd om te gaan rijden in dit nieuwe Yaris met dus die 1.5 benzinemotor met 125 pk. En er valt meteen één ding op. Dit is de veel sportievere auto om te rijden ten opzichte van die Yaris Hybrid. Komt natuurlijk ook door deze transmissie, want die Yaris Hybrid die heeft een CVT-automaat. En deze 1.5 benzineversie die heeft gewoon een lekker ouderwetse handgeschakelde zesbak. Maar wel een hele fijne, zelfs je kunt hem zelfs sportief noemen. Stevige slagen, korte verzetten. Het is gewoon heel erg lekker rijden met deze handgeschakelde zesbak. En dan die driecilinder, die 125 pk benzinemotor, die hangt ook echt lekker aan het gas. En dat rijdt gewoon bijzonder prettig. We rijden nu 80 km per uur. Ik hoef alleen maar gas te geven bij 2000 toeren per minuut. En hij bouwt gewoon heel erg mooie snelheid op. Dus ik hoef eigenlijk helemaal niet terug te schakelen. Maar ja, wil je dus echt profiteren van dat piekvermogen, dan moet je wel richting de 5000 toeren gaan. Want dan pas is deze driecilinder in zijn element. En dan geeft hij ook pas alles wat hij in huis heeft. Nou, het rijden zelf in deze jaren is gewoon een zeer comfortabele ervaring. Maar je merkt wel dat dit een veel sportievere auto is om te rijden ten opzichte van die vorige jaren. En dat komt in beginsel natuurlijk door het nieuwe bodemarchitectuur. Toyota heeft op basis van de TNGA voertuigenarchitectuur een GAB platform ontwikkeld. Nou, allemaal technische termen mag je meteen vergeten. Maar dat GAB platform vormt de basis voor auto's in het B-segment. Bijvoorbeeld de Yaris Cross die begin 2021 komt, een compacte SUV, staat ook op dat platform. En dus ook deze vijfdeurs Yaris. En dankzij dat nieuwe platform heeft deze auto een aanzienlijk lager zwaartepunt. Nou ja, en jij en ik weten ook wel, hoe meer gewicht er laag in de auto is, hoe beter die auto op de weg ligt. En dat merk je gewoon heel erg goed bij deze Yaris. Het stuurgevoel is ook prima. Wat je wel merkt is dat de stoelen wat korte zittingen hebben. Dat is natuurlijk een beetje typisch Japans, maar ook wel een beetje conform het B-segment. Dat komt gewoon vaker voor. Maar ja, qua rijden is het gewoon echt een leuke auto. Een volwassen auto die ook aanzienlijk ruimer is geworden. Hij is ook veel breder ten opzichte van die vorige generatie Yaris. Dus het is echt een veel meer volwassen auto geworden. Ook de bouwkwaliteit is van een hoger niveau. Gewoon mooie, zachte materialen op het dashboard. Een fijn stuurwiel, ligt ook lekker in de hand. Twee digitale meters met daartussen een digitaal instrumentarium. Ja, het is gewoon echt met recht een fijne auto. Niet de goedkoopste, dat moet ik dan wel weer toegeven. Want ja, ook deze variant, 22.000 euro, dat blijft veel geld. Maar het is wel een zeer volwassen, riant uitgeruste, vijfdeurs B-segment hatchback. Dus wat dat betreft een prima keuze. En stel je bent een sportievere rijder, dan wil ik je toch echt adviseren om voor deze 1.5 te gaan en niet voor die hybrid. Die hybrid is ook 2600 euro duurder. Maar dit is echt een veel leuker rijdende auto, sportiever ook. Dus ja, ben je een beetje een sportievere rijder, dan moet je echt deze 1.5 benzine pakken en niet die hybride. Ook al is die hybride natuurlijk gewoon een prima keuze als je veel in de stad rijdt en wat zuiniger aan wil rijden. En even wat praktische zaken. Het onderhoudsinterval van deze Toyota Yaris bedraagt 15.000 kilometer of één keer per jaar. En in Nederland krijg je 5 jaar garantie op een nieuwe auto. Dus ook op deze Yaris. Nou, die garantie is opgebouwd uit 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra Care. En dat betekent dat je gewoon natuurlijk 5 jaar garantie hebt, waarvan het eerste jaar geen kilometerbeperking heeft. Ja, en dat was alles wat je moest weten over deze Toyota Yaris met 1.5 benzinemotor met dus 125 pk. Wil je nog veel meer weten over deze vijfdeurs B-segment hatchback? Check dan vooral de test op autorij.nl. En vond je deze video leuk en deze Yaris tof? Geef deze video dan vooral even een duim omhoog. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en graag tot een volgende video.